Prachtig. Maar hoger gaat het niet, hè? Ja. Nee, oh, hey. Prima. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Ja, nou, het gaat aardig, hè? Moet je niet een beetje van dat spul aan je hand? Nee, nee, probeer maar even. Oké. Okay. Ik slaak een kreet, denk ik. Ik slaak een kreet. Ja, dat hoort erbij, hè? Kom maar. Bonnie. Hoeveel weegt het ding? Dit is, ik denk net zoveel als jij. 55? Ja, zit je aardig goed. Ja, oké. Okay. Ja. 60 kilo, dacht ik. Ja. Ga je gang. Bonnie Sinclair. Applaus. Zeg. Hartelijk bedankt. Ik vind het echt gezellig met jullie. Willen jullie me vanavond helpen met de bloemen te geven? Als bloemenambassadrice aan mijn gast is. Oké, okay, tot straks dan. Hè. Applaus voor deze angels. Dank u wel. Ja, het is dus vrij zwaar. Vrij zwaar. Het gaat er namelijk om, bij gewichtheffen, dat heeft u waarschijnlijk wel eens gezien met die Russen op de televisie, dat je het helemaal omhoog doet. Dat is natuurlijk erg moeilijk. Zeker voor vrouwen. Maar er is hier een vrouw die ik als gast heb, die een van de sterkste vrouwen ter wereld is. Ze komt uit Nederland en zij gaat het proberen. Hier is ze, Tina van Duin-Hoodley. Tina, we praten zo. Ga eerst je gang. Omhoog. 60 kilo. Geweldig. Tina, dit is niet te geloven, hè? Je tilt eigenlijk je eigen gewicht op, hè? Want het is 55, 60 kilo. Ja, ja. En jij doet aan wat men noemt powerlifting, hè? Je bent dus een van de sterkste vrouwen in de wereld. Zeg ik dat goed? Ja, dat denk ik wel. Tenminste, tot iemand anders bewijst dat hij sterker is, ja. Want er zijn dus in mei wereldkampioenschappen en daar zou je een goede kans maken. Ja, zeker bij de top 3. Ja. Nou, want ik had altijd het idee dat van die vrouwen die dus gewicht heffen, dat soort dingen doen, dat het van die kenaus waren. Maar hoeveel weeg jij? 60 kilo. 60 kilo. En ze is nog mooi ook, dames en heren. Vindt u niet? He? 60 kilo. Krijg je van het gewicht heffen nu geen, dat zullen veel vrouwen zich nu afvragen, niet te veel spieren zodat het lelijk wordt? Nou, ik train 8 jaar met gewichten. En kijk naar mij. Ja, beeldschoon. Maar ik bedoel de spieren. Nou, de spieren worden wel ontwikkeld, omdat de vet gaat weg. Maar de spieren, grote spieren als mannen dan, wat meest vrouwen bang van is, dat krijg je niet van, ja, een man en een vrouw is toch anders en dat ligt met de hormonen in het lichaam te maken. Ja. Je komt van de Antillen, hè? Waar vandaan precies? Nou, ik woon momenteel op Bonaire, maar ik kom van Sint Eustatius. Oh, en je woont op het ogenblik waar? Nou, ik woon nu in Nederland, in Rotterdam. In Rotterdam. Ja. En je hebt al een Baudère-kapsel ook, hè? Ja, op Baudère heeft mijn kapsel. Ja. Hoe lang duurt dat? Nou, 3 uur. 3 uur. Ja. Zeg, we gaan nu iets doen en dat is ontzaglijk moeilijk. Dat is bijna, dames en heren, als u even stil wil zijn, omdat zij zich ook moet concentreren. En bovendien kunnen we dan leuker praten met elkaar. Je gaat nu dus proberen een record te brengen. Wat is eigenlijk een record van je? Hoeveel kilo staat daar? Hoeveel kilo staat? 170. 170 kilo. Nou moet ik zeggen, dames en heren, ik weeg 79 kilo. Ik dacht, dus er is twee henken plus nog eentje van 10 kilo erbij. Dus dat til je zomaar op en dat is dus tot hier, hè? Dat is powerlifting. Ja, dat is powerlifting. Dames en heren, daar gaan we allemaal gespannen naar kijken. Veel succes. Uw aandacht voor Tina, ze is geen familie van André, van Duin. Ja, ze gaat nu eerst haar handen wit maken. Het hoort er allemaal bij. Dames en heren, graag stil, alstublieft. Deze jonge dame moet zich concentreren. Ze is 27 jaar. Ze gaat misschien naar Hawaï, naar de wereldkampioenschappen. Er moet nog geld voor komen. Maar ik hoop dat het lukt voor haar. Stilte graag. Dames en heren. 170 kilo.
Geweldig gefeliciteerd. Hoe voel je je nou? Goed. Doet het geen pijn? Nee. Goed. Maar waarom hoort dat? Waarom doe je nou, dat? Je moet goed ademen en om je circulatie goed te krijgen. Nou, geweldig hoor. Tina van Duin, ik hoop dat je meedoet aan de wereldkampioenschappen. Hier zijn bloemen door die mooie Bonnie St. Clair. Dankjewel. Tina van Duin. I'll be back.